Wacht, stop. Heb je hem al in je mond gedaan? Nee, ik heb geroken. Oh, als je slikt wordt het erger. Je moet niet slikken. En ook niet hoesten. Nee. Oh, weer. Zondagochtend 9 uur. Diep in slaap van korte duur. Want je wekker gaat met flink een paardje koffie klaar. Een nieuwe upload daar. Dit is jouw ochtendmix. Dames en heren, wat een feest. Het is zondagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Normaal zeg ik altijd, ze YouTubet en ze doet dit en dit met de vlogs. Maar ja, deze dame, Britt Scholte, doet eigenlijk alles. Britt Scholte! Ja, hallo! It's a long time ago. Ja, maar echt hè? Ik zag laatst foto's van jou en Niek, 1,5 jaar geleden. Let even op Niek, jongens. Dat is echt heel erg. Dit is Niek nu. Sorry Niek dat we over je roddelen, maar je bent zo veranderd, holy. Die had een beugel eerst en die kreeg toen voor het eerst een snorretje en die had heel kort haar en nou echt... Ja, we mogen het best wel zeggen. Hij wordt heel knap. Oké, genoeg over Niek. Wat was je hoogtepunt van de afgelopen 1,5 jaar? Je hebt zoveel dingen gedaan. Maar weet je wat ik heel gaaf vond? Niek en ik speelden natuurlijk allebei een brugglas. En de productiemaatschappij die dat maakte, die had gezegd... Jongens, we willen een programma met jullie maken. En we hebben dus gewoon ons eigen tv-programma mogen maken. Dat is mijn allereerste presentatieklus geweest. Ja, dat is fantastisch. 150.000 kijkers per dag, per aflevering. Nou, je wil niet weten hoe happy ik was. Snap ik. Maar niet dat de andere dingen niet leuk waren natuurlijk. Maar dat was wel... Een van de vele dingen. Vandaag gaan we een hele hete challenge doen. We hebben nog een extra gast zo meteen. Dus blijf even kijken. Abonneer je alvast. En ik heb eten voor je. Ik ruik het dus al de hele tijd hoor. Ik wil niet weten hoe verleidelijk het is om het te gaan eten. Ik weet niet of het lekker is, maar het is dus een rode bietensalade met spinazie, blanke rozijnen, cashewnoten zitten erop, een beetje balsamico. Het moet lekker zijn. Spekjes ook nog. Jeetje, je verwendt me wel hoor. Wij zitten deze keer heel laag in de bank. Dus we moeten echt zo zitten, jeetje. Ik zei net al tegen Nanne, dit is mijn hoogte, welkom in mijn wereld. Normaal zit ik zo, maar ja, dan zit ik dus uit het shot. Nou goed, vind je het lekker of niet lekker? Heerlijk! Nee, ik vind het wel lekker. Je moet het even bij elkaar nemen, dus en een rozijntje en een spekje erbij. Ja. Die cashewnoot had ik net niet. Dat is lekker. Dan is het lekker hè? Ja! Oh ja. Nou, we springen een beetje van de hak op de tak, maar ik wilde nog een tip geven, een kijktip. Ik heb een jongen voorbij zien komen en de Timo komt uit Den Haag. Praat ook zo. Of hij komt uit Rotterdam misschien, ik weet het niet eens. Maar echt zo ongelooflijk grappig, dit is een stukje. Welke talen ik spreek? Nou, Nederlands, Engels. Dat was het. Wat wil je in de toekomst doen? Ik doe dus hotelmanagement op Hogeschool Tio in Rotterdam. En dat was mijn laptop. Iedereen zegt altijd, ja, jij wil vast dan wel een hotel starten. Ik dacht, ben je niet goed? Zie je mij dat al doen? Veel te veel werk. En door. Ik heb het ook zo heet hoor. Jezus. Zoek me op, hij Timo van het hart. Britt, heb jij nieuws meegemaakt deze week waarvan je dacht, dat moet ik even melden? Be Brave heeft zijn videoclip en nieuwe single uitgebracht. Ja. One Night Stand, maar dat is echt nieuwe Be Brave. Je hebt zo'n tussentune en dat klinkt echt lekker. Oké, dit is best heel nice. Ja, wat ik ook leuk vind is dat Kai de enige is die met die chick echt flirt. Hé, maar dit is ook gaaf man. Ja hè? Nou jongens, echt volgens mij petje af. Ja. Het sluit een beetje aan op wat ik allemaal wilde vertellen. Dave Roelvink heeft bier naar zijn hoofd gekregen. Hij zei dit. Oh ja, trouwens, de jongen die dat bier wil gooien, je moeder is een kankerboer. Ja, dat moet je niet zeggen tegen het publiek, want dan krijg je meer bier naar je hoofd. Iets met kankermoeder. En Lil Kleine deed eigenlijk een beetje hetzelfde. Die kreeg ook bier naar zijn hoofd. We zeiden, yo jongens, luister. Nog 1 biertje en ik ga gewoon weg. Het is een besloten feest. Daar betaal je weer allemaal heel veel geld voor. Dat vind ik super leuk. Ik verdien er heel veel geld mee. Het zou zonde zijn als er nou nog 1 biertje wordt gegooid en ik gewoon wegloop. En ik super veel geld heb verdiend met 1 nummerserie. Dat is een beetje raar of niet jongens. Dankjewel jongens, 4.500 euro werken, top, hou van jullie, later! Hij zei gewoon, later! En ik snap dat compleet, want ik vind het grof schandalig dat er überhaupt bier gegooid wordt. Maar dan doet Leo Kleine het dan netter dan Dave Roelvink. Ja, oké, dat is waar. Mensen die staan daar op zich voor jou bloed, zweet en tranen hard te werken. Ja, en jij gooit gewoon eventjes bier naar diegene, dat is gewoon ook kwetsend. Vorige week gaven we 2 tickets weg voor Walibi. En jullie hebben heel veel collages gemaakt, jongens. Dank jullie wel. Dit zijn er 1, 2, 3. Wow. Helaas niet gewonnen, maar deze wel. Dus dank jullie wel. Deze, jammer. Maar deze en deze wel. Nee, maar ik wilde jullie bedankt voor de input. Ja, het waren wel hele vette dingen. Ik heb het allemaal voorbij zien komen. Dus wel tof. Gefeliciteerd, maak er alsjeblieft een mooie, fijne dag van. En wij hebben ook iets heel leuks waar onze dag mooi van wordt. We hebben een gast, Tim! Hey! Tim, welkom. Dankjewel. Jullie zijn vandaag samen op pad voor jouw serie, hè? Ja, klopt. Voor mijn YouTube kanaal serie I'm Your Ride. Mm-hmm. En daarin ben ik voor één dag de privéchauffeur van een YouTuber. Hoe chill is dit? Daarom ben je niet nu hier. Check hem even trouwens in de beschrijving, vind ik de link. Je hebt een Would You Rather vraag voor ons. Altijd naakt zijn of nooit meer je huis uit kunnen. Oh. Ja, dat zou ook zo erg zijn. Ik zie het voor me, dus ik altijd naakt rondlopen. Nee. Dan heb je geen carrière meer. Nee, okay, nou, next. Zijn altijd allemaal naakt. Als je de keuze hebt tussen iemand dumpen of zelf gedumpt worden. Ik ben echt heel gevoelig en ik denk dat als ik de keuze heb gemaakt en ik heb dan iemand gedumpt, dat ik dan er makkelijker mee kan leven dan als ik gedumpt word. Nanne en Britt dumpen liever. Ja. Je vriend of vriendin betrappen met een andere man of met een andere vrouw? Liever de andere man. Dan is het niet dat ik niet goed genoeg voor hem ben, maar heeft hij gewoon gevoelens voor een ander geslacht. Een man. Ja. Maar dan, hey, dat voel je ook echt dan kut, voel ik me ook genaaid hoor, ja. Ik ben beter. Tenzij je met mij iets... Liever seks hebben met een geit, maar dat niemand het weet en niemand komt er ooit achter. Of dat scheelt al. Dat je het niet, geen seks hebt met een geit, maar dat iedereen er 100% van overtuigd is dat je dat wel doet. Nou, dan zou ik echt gewoon eerst een liter wodka naar binnen werken. En bij die geit en bij mij. Ja. Zo van ja, het was een foutje, het ging per ongeluk. We waren dronken. Ja, we waren dronken. We weten het. De geit en ik. Nou, Tim, dankjewel. Ja. Ik vond ze fantastisch. Ja, hey, top. Ja, nice. Hey. Elke aflevering hebben we een beetje gekke geit. Gek. Vandaag heb ik zeven chili producten die blijkbaar heel heet kunnen zijn. 7 chili producten met nachos om te dippen en melk om te blussen. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga het even uitpakken, versnellen. Goed, hier zijn allemaal verschillende smaken. Ook verschillend in hete. Ik ben er met je zeven. Ik ook, man. Maar ook omdat ik gewoon niet weet hoe heftig het is. Oké, laten we gewoon met deze beginnen. Ja. En als het te heet is, pak de melk, blus het ermee. Wacht, stop, we hebben hem al in je mond gedaan. Nee, ik heb geroken, maar dat is echt... 3, 2, 1... Hoe doe dat nu? Deze kunnen wij nog aan. Ik krijg het wel warm, maar we kunnen hem wel aan. Dan goes chili seasoning. Als je zo meteen huilend weggaat, het spijt me, dat was niet de bedoeling. Proost. Mijn tong, mijn pintje van mijn tong. Holy fuck, man, ik krijg het warm ook. Oké, ben jij klaar voor de allerlaatste? De Ghost Chili Sauce. Maar een hele bek staat echt nog in de fik hoor. Ja, geen grap. Oh, het zweet zit op mijn voorhoofd. Ja, ik heb het zo warm. Ik heb ook mijn haar alvast vastgedaan. 3, 2, 1. Oh my god. Oh, als je slikt wordt het erger. Je moet niet slikken. En ook niet hoesten. Nee. Oh my. Jongens toch, holy. Oh, het zit ook op mijn tong, hou op. Ik vind het niet meer leuk dan. Nee, ik krijg het niet weg, man. Ik wil me zo graag gewoon uitkleden nu. Alles uitdoen, zo warm, hè? De mensen van Oral Vinegar hebben er dus een spelletje van gemaakt. De eerste zijn echt gewoon lekker, alleen deze is heel heet. Als je meer van deze afleiding wil zien, dan kan dat. Check eventjes hier of klik op het i'tje. Vergeet je niet te abonneren en druk op die dikke duim omhoog. Als je meer van Brit wil zien, dan kan dat. Check eventjes de beschrijving, daar vind je haar kanaal. Ze maakt elke keer Brit Talk, waarin ze eventjes alles bespreekt van haar week. Ik heb nog één leuk ander dingetje. Jij bent hier langs geweest bij de Vodafone Snapchat crew. En ik ben daar aanstaande vrijdag te vinden. Dus elke vrijdag hebben ze de Fantastic Friday, waarin ze gekke challenges doen, dingen weggeven. Onder andere de Samsung Galaxy 7. Ja, wow. Dus check het eventjes, volg ze op Vodafone NL. En het is heel leuk, jongens, echt. Zien jullie me daar. Tot volgende week. Doei doei. Hoi hoi.